Sí. David als Pino. Dado als Tommy. Boy. Julian als Elmo. Marijn als Cookie Monster. Joris als Oscar. Colin als Bert. Ernie. Ook goed. En Jondo als Bert. Sesamstraat, welkom bij Sesamstraat. Hier en daar, waar je ook gaat of staat. Laat je smakje staan, trek je potas aan voor Sesamstraat. Voor Sesamstraat! Ik kan je rug, jongens. Je rug. Oh. Cookie Monster zat in zijn winkel koekjes te eten, totdat Pino, Tommy en Elmo het gingen overvallen. Cookie Monster schrikt en laat een koekje vallen, die hij snel oppakt en opeet. Elmo en Tommy nemen snel het geld uit de kassa mee en rennen weg. Maar voordat Cookie Monster politie belde, had hij eerst nog even een koekje. Op het kantoor waar Bert en Ernie zaten, werd er gebeld. Bert, neem jij nou op? Ik lees de knap, man. Oké, ik neem op. Bert en Ernie zijn ondertussen beland bij de winkel van Cookie Monster. Cookie Monster vertelt het hele verhaal aan Bert en Ernie. Bert en Ernie kwamen al snel achter dat het om de Sesamstraat ging, omdat Pino per ongeluk een veer had laten vallen. Die Bert heeft toch 5 winkels overvallen? Cookie Monster gaat naar Oscar en gooit een snoepje in de vuilnisbak van Oscar. Oscar eet het snoepje tevreden op. Cookie Monster bedankt Oscar en geeft hem dan nog maar een snoepje. Ondertussen hebben Bert en Ernie de schuilplaats van Sesamstraat gevonden. Maar de band dat in de gaten dat ze hadden gevonden en Tommy en Elmo trokken Ernie naar binnen. Maar Bert rende snel weg en haalde hulp. Toen kwam Ben met Cookie Monster en Oscar. Ze stormden de schuilplaats in en bevrijden Ernie. En Elmo sloeg Oscar, maar die pakte Elmo beet. En uiteindelijk werd iedereen van Sesamstraat opgepakt. Ze werden gehoord op het kantoor, maar zeiden niks. En de bende Sesamstraat was voorgoed voorbij en leefde nog lang, maar niet gelukkig in de baaiers. Dit was de voorstelling van Sesamstraat.